Dit kan gewoon niet. Dit moet niet mogen in Nederland. Dit is André. Hij was zeker geen lievertje. Ik heb hier binnen bijna 8 jaar gezeten. Ik zit nu al ruim meer 4,5 jaar in een resocialisatietraject. André doet zijn verhaal achter de hoge hekken van TBS-kliniek Veldzicht. Het zijn dezelfde hekken die ervoor zorgden dat hij jarenlang gevangen zat. Toch vindt hij het onbegrijpelijk dat de TBS-kliniek nu dicht moet. Nou, ik was verbouwereerd en eigenlijk ook wel kwaad. En ik dacht, maar dit mag toch niet gebeuren hier in Nederland. Nu heb je een hele goede kliniek, hè, die goed aangeschreven staat. En dat ga je sluiten. Ja, ik vind het onzin. Ik was echt een beetje ontroerd en ondaan. André is niet de enige die de sluiting maar niets vindt. Overal hangen posters en spandoeken van gevangenen. Zelfs achter de ramen van de longstay-afdeling, waar mensen vastzitten die nooit meer op vrije voeten zullen komen, hangen protestposters. Veldzicht biedt mensen perspectieven om nog iets te maken van hun leven. Je hebt je therapieën, je hebt elke dag je dingen, je kan hier een vak leren. En zo kan je nog een tijdje doorgaan. Ik zit hier nu op mijn gemak te kijken. Dat zou ik in een andere kliniek niet kunnen doen. Dan zit ik tegen een grijze muur aan te kijken. Kijk, Veldzicht zegt het al. Veldzicht is open, het biedt perspectieven. Ja, en daar moet je eigenlijk toch aan vasthouden hier in Nederland. De oudste TBS-kliniek van ons land lijkt voor een buitenstaander op sommige fronten wel een vakantiepark. Maar de hoge hekken en de dichte deuren maken het toch een echte gevangenis. Maar wel een gevangenis waar juist door het open karakter altijd nog de hoop kan blijven bestaan op een leven buiten de muren. Veldzicht biedt mensen perspectieven om dingen weer op te rapen. En weer verder te kunnen gaan met het leven. Maar als je dit sluit, dan sluit je ook een behandeling af van een aantal patiënten hier gewoon binnen Veldzicht. Die eigenlijk geen kans meer verslagen hebben op een gegeven ogenblik. Veldzicht heeft mij in laten zien dat er ook andere aspecten zijn in het leven dan alleen maar alcohol, drugs en criminaliteit.